Hi en welkom bij alweer de laatste zicht-update van 2020. Ik spreek denk ik voor iedereen als we zeggen dat het een heel raar jaar is geweest. Maar toch willen we graag even van deze gelegenheid gebruik maken om terug te kijken op 2020. Want ook in medialandschap is een hoop gebeurd. Als eerste willen we even terugkijken naar het feit dat Amazon naar Nederland kwam. Er werd een hele hoop over geschreven, over gezegd. En grote e-commerce partijen als een bol.com en Coolblue die waren toch wel een beetje huiverig voor wat het zou betekenen voor hun business. Nou, ik denk dat corona een beetje roet in het eten heeft gegooid en dat er toch niet zo heel veel gebeurd is en stof is doen opwaaien dan we hadden verwacht. Maar laten we vooral 2021 gebruiken om daar nog steeds goed naar te kijken en ze niet uit het oog te verliezen. Ja, niet alleen op het gebied van media giganten is er veel gebeurd, maar er is ook een hele hoop gebeurd en veranderd in het consumentengedrag en in het mediagedrag. We zagen bijvoorbeeld in maart, toen net de lockdown begon, dat de snelwegen, de masten langs de snelwegen, veelal leeg waren. Want ja, we mochten niet meer op de weg. En we zagen vooral in consumentengedrag dat er opeens een hele hoop geluisterd werd. Veel meer audio werd geconsumeerd, maar er werd ook een hele hoop gekeken. TV-kijkcijfers die gingen opeens door het dak. De tv-exploitanten wisten niet wat er gebeurde. En zogenaamde tv is dood, nou, daar kunnen we niet meer van spreken. Maar eigenlijk niet alleen voor tv, maar gewoon video werd ontzettend veel geconsumeerd. De streamingdiensten, Videoland zag zijn abonnees door het dak gaan. Maar ook partijen als een Pathé Thuis, die zag, plukte de vruchten daarvan. En we zien dat er steeds veel meer video ook geconsumeerd wordt op social media en op kanalen als een YouTube. Niet alleen bij de mediaconsumentengedrag is er veel ontwikkeld, maar er gebeurt, maar ook in ons vakgebied. We zien dat evenementen of awardshows die normaal gesproken in een wat kleiner comité werden uitgereikt, denk aan de Effies of de AMA's of andere grote dingen, die werden nu digitaal. Wat betekende dat het toegankelijk werd voor een veel grotere groep mensen. Dus niet alleen maar de professionals uit ons vakgebied, maar ook voor studenten. Nou, dat is natuurlijk ook alweer een hele mooie ontwikkeling, zodat ons mooie vakgebied ook voor een bredere groep mensen gezien kon worden. En een belangrijke ontwikkeling is dat de belangrijkste brancheorganisaties de krachten zijn gaan bundelen en onder één noemer verder gaan, en dat is VIA. Er komt een onderzoek waarin we eindelijk crossmediaal bereik kunnen gaan berekenen. Dus wie hebben we bereikt op tv, met print, op radio, online, met out of home? Het gaat er komen. Dat weten we al een tijdje. En komend jaar worden er echt grote stappen ingezet. Denk aan print, voor radio en voor de tv-kijkcijfers zullen daar de eerste stappen worden gezet. En kunnen we hopelijk begin 2022 echt gaan rekenen met deze tool. Wij kijken ernaar uit, want we zitten al heel lang te wachten op een overkoepelend bereiksonderzoek. Als laatste willen we toch ook nog even stilstaan bij Zicht zelf en bij onze prachtige klanten die we, met wie we samen hebben gewerkt dit jaar. Het was voor iedereen opeens een cruciaal jaar om op de juiste manier te weten te communiceren. En samen met onze klanten hebben we hier perfecte oplossingen voor weten te vinden en supermooie campagnes mogen draaien. Ook met hulp van de exploitanten. Want campagnes die stonden opeens on hold, die moesten verschoven worden, die werden geannuleerd. En de flexibiliteit die zij hebben geboden heeft ervoor gezorgd dat we samen met onze klanten toch hele mooie campagnes hebben kunnen opzetten. Als laatste wil ik graag op persoonlijke noot iedereen een hele fijne kerst toewensen. Helaas is het niet helemaal op de manier zoals we het zouden willen ieder jaar. Maar ja, dat is niet even niet anders. Ik wens jullie fijne dagen en alvast een hele fijne jaarwisseling toe. En ik kijk uit naar een mooie kerst. En alvast een heel gelukkig nieuwjaar.